Yo mensen van Uitplayer, ik ben Lou Jansen. Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn uitdaging. Ik wilde bijna zeggen Minecraft Survive, maar dat is dit niet. Nee. Ik ga maar gelijk beginnen. Vorige week was ik 87,6 kilo en 102 centimeter omtrek. Nu ben ik helaas een half kilo aangekomen, maar wel 2 centimeter kwijtgeraakt. Dus hoe dat klopt, ik heb geen idee, maar het klopt. Ik word dikker. Nee, ik word zwaarder, maar niet... Ik word zwaarder, maar wel dunner. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Het is net alsof je een broodje dunner koopt. Met weinig calorieën. Kan ook niet. Nee, maar verder wil ik het ook met jullie nog even hebben over de Sims. Die is namelijk deze week niet online gekomen. Volgende week komt hij trouwens ook niet. Want wat is het nu? Ik neem tegenwoordig weer in één weekend video's op voor de aankomende 2 weken. En voor de Sims had ik gewoon geen tijd meer. Omdat ik het niet goed had ingepland. Dus dat was wel jammer. Maar ik ga het wel anders doen. Ik wil bijvoorbeeld de vrijdag en de zaterdag besteden aan Minecraft. Dat zijn dus 8 video's. En daar heb ik dan 2 dagen de tijd voor om die opnemen. Om die op te nemen. Te editen en te uploaden. En zondag voor de Sims. En dat zijn dan 2 video's. Dus dat scheelt me wel wat meer. Scheelt me wel een hoop. Voor de rest wil ik ook nog... iets mededelen dat ik gewoon om de weekend heb ik dus nu tijd. Eén weekend opnemen, andere weekend rust. Eén weekend opnemen, noem maar op. En dat had ik in een tijd geleden niet. Toen zat ik gewoon niet alleen door de week, maar ook ieder weekend aan YouTube. En dat had ik gewoon geen zin meer. Omdat ik gewoon dan zoveel video's, ik nam dan heel veel video's op, maar ik vergat ze telkens te editen. Omdat ik er tussendoor dan wilde doen. Nu heb ik gewoon weer voor mezelf besloten... Gewoon om het weekend opnemen voor de aankomende 2 weken, zodat ik gewoon een weekendje rust heb. En ieder weekend wil ik dus wat actiefs gaan doen. Vorig weekend heb ik bijvoorbeeld opgenomen, het weekend daarvoor, heb ik bijvoorbeeld gepuzzeld. Zoals jullie hier kunnen zien en op mijn Instagram. Hou mijn Instagram heel goed in de gaten, want jullie zien daar soms hele leuke foto's. En dit weekend wil ik misschien gewoon even weer Minecraft spelen. Dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Buiten de opname zondag. En het weekend daar, het vrije weekend, het eerstvolgende vrije weekend wat ik dan heb, wil ik waarschijnlijk even iets met tekenen weer gaan doen. Mandala of zo, ik heb geen idee. En het vrije weekend wat ik daar ook dan heb, dan zitten we ergens in. Dat is dan over 1, 2, 3, 4 weken. Dat is dan over een maand. Wil ik waarschijnlijk ook gewoon weer iets aan mijn kamer doen. Gewoon even mijn kamer weer. Helemaal ondersteboven gooien en opruimen. Kijken wat ik weg moet doen en niet. Allemaal dat soort dingen. Maar ik heb ook hartstikke goed nieuws. En dat is namelijk dat ik een vast contract heb. En ik ben er zo blij mee. Ik kan wel gat in de lucht springen. Maar dat doe ik niet, want dan stoot ik mijn kop. Want een vast contract, die krijg ik niet meer zo snel. Ik ben 18, tenminste als mijn contract ingaat is het 1 maart, dus dan is mijn verjaardag al geweest. En dan ben ik 19, want mijn verjaardag is op 21ste en 1 maart gaat hij in, bla 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 bla, onzin. 19 dus. Maar alsnog krijg je een vast contract niet zo heel snel. En ik ben gewoon nu verzekerd voor dat ik gewoon tot mijn pensioen werk heb, in principe. Stel, de werkplek waar ik nu zit, die blijft daar totdat ik pensioen, totdat ik mijn pensioen ga... Dan kan ik daar gewoon 52 jaar werken. Lieve baan, 52. Nou, pensioen staat nu op 68. 68,5. Maar eerder dat ik die leeftijd heb bereikt. Nou, dan zijn we 50, 49 jaar verder. Dan zal de pensioen vast wel een paar jaar omhoog zijn gegaan. Ik gok dat ik tot mijn 71ste moet werken. Dus dan kom je op 52 jaar. Maar... Ik overleef het wel. Ik heb heel veel dingen overleefd, dus dat overleef ik. Moe. Vond ze ook wel. Maar mensen, ik laat het er voor nu hierbij. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Willen jullie meer van mij zien? Moet je even op de abonneerknopje drukken. Kan die boven, beneden, links en rechts. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is, mensen, doei.